In het midden van de lockdown heb ik een mail gekregen van een leerling die het allemaal even niet zag zitten, die het moeilijk had. Ik heb niet gewacht, ik heb gezegd oké, laat ons vanmiddag samen wandelen. Die leerling had daar eigenlijk wel wat aan en uiteindelijk heb ik dat nog met een aantal andere leerlingen gedaan. En ik merk wel dat zoiets werkt, samen met de leerling gaan wandelen en praten over wat hem of haar bezighoudt. Ik ga wel een beetje afstand houden. We gaan hinder wandelen. Een 1,5 meter, zou dat dit zijn? Ja, dat is wel goed. Ik denk dat het comfortabeler is als je de school verlaat en als je een heel andere wereld intrekt. De leerlingen die hebben minder gêne, die vertellen ook makkelijker, die vertellen spontaner. Die voelen zich ook iets comfortabeler in die situatie dan dat ze bijvoorbeeld in een bureautje zouden zitten met twee stoelen en kale muren, bij wijze van spreken. Ik denk dat die gesprekken diepgaander zijn, omdat je daar veel meer de tijd voor neemt. Hoe heb je de laatste maand doorgebracht? Lukt dat een beetje nog? Ja, die lockdown heeft natuurlijk wel de nodige luxe gegeven om daar wat tijd in te investeren. Van het moment dat je weer fulltime les gaat beginnen geven, is dat natuurlijk veel moeilijker. Maar af en toe iemand eruit pikken waarvan je denkt, ja, dit wordt wel eens noodzakelijk om eens een deftige babbel mee te doen, dat zou moeten kunnen. Terug starten, hè, volgende week. Met een fris hoofd. Maar je wilt toch? Ik voel wel aan dat leerlingen ook gewoon eens iets willen vertellen. Een goede leraar is wel iemand die luistert ook naar zijn leerlingen. Die niet alleen informatie erin pompt en dan opvraagt, maar die ook luistert naar wat er leeft en wat er zo onderhuids leeft. En ik denk als je dat kunt ontdekken en als je daar kunt over spreken, dan denk ik wel dat je een goede leraar bent. Maar of ik dat ben, dat durf ik niet te zeggen. Nee, helemaal niet. Nee, ik ben gewoon de leerkracht die even gaat wandelen en een praatje maakt met zijn leerlingen. Meer niet.